Dames en heren, goedemiddag. In zijn geboortestad Tikrit is vanochtend de Iraakse dictator Saddam Hussein opgepakt. Dat melden steeds meer bronnen in de Iraakse hoofdstad Bagdad. De Iraakse interim-minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een heel belangrijk iemand. En de Amerikaanse bestuurder van Irak, Paul Bremer, zou de arrestatie ook hebben bevestigd. De identiteit van de arrestant zou door middel van een DNA-test bevestigd zijn. In de straten van Bagdad is enthousiast gereageerd. Amerikaanse speciale troepen werkten bij deze operatie samen met Koerdische strijders. Sinds het einde van de oorlog was Saddam Hussein het belangrijkste doelwit van de Amerikaanse jacht op Iraakse leiders. En we gaan nu naar... De arrestatie werd officieel zowel op de Koerdische als de Iraakse tv aangekondigd. Op de Iraakse tv door Ahmed Chalabi, lid van de Iraakse regeringsraad. صدام ووردت معلومات قبل أن يعتقل بساعات ولم تفصح القوات الأمريكية عن هذه المعلومات وعملتها بسرية كبيرة واتجهت إلى مكان وجوده وتم اعتقاله وعند التأكد فقط أعلن الخبر. Veel inwoners van Bagdad gingen meteen de straat op om hun vreugde te uiten. En in Washington zal Groenhuizen, Charles, de Britse regering bevestigt de arrestatie. Wat melden de Amerikanen? Nou, het begint er nu inderdaad steeds meer op te lijken dat het inderdaad Saddam Hussein is. Amerikaanse tv-stations melden zojuist dat ze een match hebben van littekens. Dat betekent dat een litteken wat Saddam Hussein bij een aanslag ooit heeft opgelopen, dat ze datzelfde litteken nu aangetroffen hebben bij de man die ze gearresteerd hebben. De bevestiging moet zo meteen nog komen. Over een paar minuten begint een persconferentie in Bagdad. Dan weten we het echt helemaal zeker. De Amerikanen willen natuurlijk elk risico vermijden dat ze opnieuw misgrijpen. Herinner je bijvoorbeeld dat de oorlog in maart van dit jaar begon op een avond toen ze dachten dat ze Saddam Hussein te pakken konden nemen. Dat lukte niet. Een aantal keren daarna waren ze net op een plek waar Saddam Hussein vlak daarvoor was vertrokken. Dat willen ze niet nog een keer. Dat zou een blamage zijn. Maar we kunnen er, denk ik, voor 95% zeker van uitgaan dat ze inderdaad Saddam Hussein eindelijk te pakken hebben. Ja, je zei het net al, over een paar minuten komt de Amerikaanse bewindvoerder in Bagdad, Paul Bremer, met een verklaring. Weet jij al iets over wat hij gaat zeggen? Nee, dat is natuurlijk onduidelijk. Wat ik net zei, het is langzamerhand vrij zeker dat ze Saddam Hussein hebben. Een aantal details weten we nog niet. Er gaan we allerlei berichten over rond dat hij in een kelder aangetroffen zou zijn met een aangeplakte baard. Dat zijn allemaal dingen die we in de komende minuten zullen horen. Wel is zeer waarschijnlijk dat als hij gearresteerd is, inderdaad, dat hij overgebracht zal worden naar Bagdad. In Bagdad zitten ook de andere loyalisten van Saddam Hussein, degene die deel uitmaakten van zijn regering voor het Amerikanen ze verdreven. En het zal wel even gaan duren voordat er sprake kan zijn van een berechting. De belangrijkste obstakel daarvoor is natuurlijk dat er nog niet echt een rechtspraak is. Een nieuwe rechtspraak in, zeg maar, het nieuwe Irak. De Amerikanen werken daar hard aan, willen proberen de Irakezen te helpen met het opzetten van zo'n rechtssysteem. Er moet een soort oorlogstribunaal komen waar Amerikanen eigenlijk zo ver mogelijk vandaan willen blijven. Ze willen het liefst dat de Irakezen dat zelf oplossen. Al was het maar om te vermijden dat Saddam Hussein opnieuw een soort martelaar wordt voor zijn oude aanhangers. En dat dan degene die alsnog aanhanger blijven van Saddam Hussein hun woede dan gaan wreken op de Amerikanen. Want de Amerikanen hebben het daar toch al zo hard te verduren. Hoe groot zal het psychologische effect zijn van deze arrestatie, denk je? Oh, dat is enorm. Op een aantal fronten. In de eerste plaats, laten we maar bovenaan beginnen, voor George Bush. Want ze hebben al die tijd nog Osama Bin Laden daar in Afghanistan of Pakistan te pakken gekregen. Saddam Hussein hebben ze niet te pakken gekregen, nu eindelijk wel. Bush staat natuurlijk in eigen land ook onder geweldige druk en toenemende druk. Steeds meer Amerikanen twijfelen of het wel de juiste aanpak is geweest. Had de oorlog wel gemoeten? Wat is het toch, hoor je vaak, een blamage dat we nog Osama Bin Laden, nog Saddam Hussein te pakken hebben. Een mooi, misschien wat vroeg, kerstcadeautje voor Bush dus. Vervolgens voor de troepen in Irak. Vergeet niet, zo'n 130.000 soldaten daar die ook van het thuisfront alsmaar horen, jongen, jongen, wat is er toch een rommeltje daar, wat is er toch een chaos en wat hebben jullie toch hard te verduren. Nu Saddam Hussein pakken is inderdaad een enorme opsteker ook voor die troepen.
En tenslotte, en daar krijgen we nu de eerste berichten al over, dat in Bagdad en andere Iraakse steden vreugdeschoten worden afgelost. Daar hoopten de Amerikanen natuurlijk een aantal maanden geleden al op toen ze Saddam Hussein verdreven. Toen is ook wel gezegd, bijvoorbeeld vicepresident Cheney zegt van als het zover is, dan staan de Irakezen te juichen in de straten. Nou, we hebben toen die scène gezien met dat omtrekken van het beeld, maar daarna dat soort dingen niet meer. Als nu de beelden de wereld over zouden gaan en ook in de Arabische wereld van vreugde, onder de Iraakse bevolking uiteindelijk de Saddam Hussein gepakt is, dat zou ook politiek voor de Amerikanen, voor Bush, van enorme positieve betekenis zijn. Dankjewel, Charles Groenhuizen, voor nu.